Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 19 augustus zien we een laagdrukgebied ten westen van Ierland. En dat laagdrukgebied gaat het weer bij ons bepalen het komend weekend. En ook komt er meer bewolking van het zuidwesten uit opzetten en dat hangt samen met een storing. Maar vandaag was het nog een aardige dag met veel zonneschijn, vooral in het noordoosten van het land. En het werd 21 graden op de Wadden tot 26 in het zuidoosten. Inmiddels is het bewolkt geraakt en vanavond zien we dan ook veel wolken met buiige regen die van het zuidwesten naar het noordoosten van het land trekt. De temperatuur ligt tussen de 19 en de 21 graden en de wind waait vanuit het zuiden matig boven land. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Een enkele bui is nog wel mogelijk. Er zijn opklaringen, maar ook wolkenvelden. En het kwik ligt rond een graad of 15. En morgen trekt de zuidwestenwind flink aan. Het waait matig boven land, windkracht 4, mogelijk zelfs hard aan zee, windkracht 7. En daarbij is het wisselend bewolkt, met af en toe de zon erbij. Maar verspreid over het land valt er ook een enkele bui. En met 21 tot 24 graden is het minder warm dan vandaag. Dan hebben we zondag een dip wat de temperatuur betreft en ook in het weer. Het wordt hooguit 19 of 20 graden. En verder zien we veel wolken en een aantal buien, mogelijk zelfs met een klap onweer. Ook maandag overwegend veel bewolking en soms wat regen. Maar het wordt dan weer 20 tot 23 graden. En dinsdag ziet het er weer beter uit. De zon schijnt geregeld en de temperatuur loopt op naar de zomerse waarde van 25 graden. En als we dan kijken naar de temperatuur voor de lange termijn, dan zien we de dip van het weekend. Met in het weekend dus 19 graden. Maar vanaf dinsdag gaat de temperatuur geleidelijk aan omhoog. En krijgen we mogelijk ook een paar tropische dagen. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.